Het gaat over een jonge Vlaamse kerel, die Jurgen Vindevogel, dat is mijn rol, die uit eigenlijk een heel normaal gezin komt, als enig kind ook. Dus zijn ouders zijn redelijk beschermend over die jongen. En hij komt eigenlijk uit een relatie van een jaar of zo, een jaar en een half, met een gewone Vlaamse leuke meid. Maar op een dag komt hij opeens met iemand anders af en dat blijkt geen Vlaamse te zijn, dat blijkt een exotische Turkse te zijn. En uiteindelijk na 3 maanden en 3 weken beslissen ze om te gaan trouwen, wat redelijk snel is, dus redelijk abrupt. En dat valt niet altijd bij iedereen in goede aarde. Sommigen denken dat we 2 kippen zonder kop zijn eigenlijk, maar ja, als de liefde er is, dan gaan we ervoor. Hè. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die twee zijn zo overmand door de liefde en door de passie die ze samen beleven, dat ze eigenlijk niet gaan nadenken bij de verantwoordelijkheid waarvoor dat een trouw, of de verantwoordelijkheid die bij zo'n trouw komt kijken. Maar dat denk ik dat het juist zo mooi maakt. Mensen die gewoon voelen en eigenlijk weinig denken en gewoon gaan en springen. En dat denk ik dat wel in hun kracht ligt. Dat daar hun kracht wel ligt. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.